Wat gebeurt er nu wanneer we chocolade gewoon smelten en uitgieten, zonder voor te kristalliseren? Gaan we dan dat mooie glanzend eindresultaat bekomen of niet? We gaan het even uitproberen. Ik neem een plaatje met papier. Ik heb de chocolade gewoon gesmolten, zonder voor te kristalliseren en giet dat op het plaatje. En we gaan dat even laten uitharden. We zijn nu reeds een paar uur verder en nu pas is de chocolade redelijk gestold. Het heeft heel lang geduurd vooraleer we dit resultaat bekwamen. En wat zien we? Hij is lelijk en mat, smelt snel. Ik zal het even voordoen. Kleeft aan het papier. Het heeft geen harde breuk, het is gummiachtig. Korrelig van structuur en er zijn vlekken op. Ik heb nu dezelfde test gedaan met chocolade die wel voorgekristalliseerd is en we gaan dat even vergelijken. Wat merken we? Deze lost gemakkelijk van het papier. Die is wel hard en zelf al in enkele minuten. Heeft een mooie kraak, egaal van kleur en een satijnglans. Hoe komt dat nu? Wel, het geheim zit in de cacaoboter. Die moet in de juiste kristalvorm gebracht worden. Het is namelijk zo dat de cacaoboter bij afkoeling in verschillende kristalvormen kan uitkristalliseren. Er is maar één vorm die de juiste is en die ons de goede eigenschappen van de chocolade bezorgt. Voorkristalliseren is nu net die juiste kristalvorm in de gesmolten chocolade brengen. Moet je weten dat harde chocolade die bevat deze kristallen. Dus als we harde chocolade in kleine stukjes hakken, snijden of kalets gebruiken en we voegen deze toe aan de gesmolten chocolade, dan zijn we de chocolade aan het voorkristalliseren. Die wordt binnen een paar minuten hard, glanst perfect en heeft de juiste kraak- en krimpkracht. Dit klinkt allemaal vrij theoretisch, maar wat betekent het nu concreet in de praktijk? Wel, ik ga het u even voortonen.